Koffie is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Op het werk, thuis en in het café. Koffie wordt overal gedronken. Telde vroeger vooral de smaak en de prijs van de koffie? Tegenwoordig willen koffieliefhebbers ook graag weten of de koffie duurzaam is geproduceerd. Dat er dus een eerlijke prijs is betaald. Dat het milieu niet geschaad is en dat er goede arbeidsomstandigheden zijn. Het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade biedt deze zekerheid. Max Havelaar Fairtrade is het keurmerk voor duurzaamheid. Maar hoe werkt dit keurmerk nu precies? Laten we eens een kijkje gaan nemen in El Salvador. In El Salvador is koffie één van de belangrijkste exportproducten. Het bijzondere is dat koffie vrijwel uitsluitend wordt geproduceerd in wat wij ontwikkelingslanden noemen. Van alle koffie is ongeveer 2/3 afkomstig van kleine koffieboeren, waarvan de meeste ongeveer 2 voetbalvelden aan koffiestruiken hebben. Vaak liggen deze velden hoog in de bergen en zijn ze moeilijk bereikbaar. De hoogte waarop de koffie groeit bepaalt vaak de soort koffie en daarmee de kwaliteit van de koffie. De beste koffie groeit boven de 1200 meter. De bonen die wij als koffieboon kennen zijn eigenlijk de zaden van de koffiebes. Een koffiestruik heeft 3 jaar nodig voordat hij begint te bloeien. Na de bloei komen er bessen aan de plant. Elke bes bevat 2 zaadjes, de koffiebonen. De bessen rijpen niet allemaal tegelijk. Daarom hangen er zowel groene als rode bessen aan een struik. Na het plukken worden de bessen naar het dorp gebracht. Daar worden de koffiebessen geselecteerd op kwaliteit. Het hele dorp werkt samen. Dat is niet voor niets. Een van de voorwaarden van het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade is namelijk dat kleine koffieboeren samenwerken in coöperaties. Yo siento de que estamos reunidos podemos colaborar algo, pero uno solo pienso que no se puede, verdad? Así que yo pienso que reunidos en la cooperativa podemos lograr algunos beneficios. Bueno, la ventaja de estar organizado como cooperativa, trabajando en colectivo, es porque de esa manera hacemos volumen para las exportaciones y también de esa manera pues tenemos acceso a un crédito de avío para las labores de nuestra finca. Na de selectie in het dorp brengen de koffieboeren hun bessen naar een centraal inzamelingspunt waar de koffie wordt gewogen en afgerekend. Het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade hanteert een minimumprijs. Dat wil zeggen dat als de wereldmarktprijs zo ver daalt dat de boer zijn productiekosten niet meer kan dekken en niet meer voor zijn gezin kan zorgen, Fairtrade een minimumprijs garandeert. Deze prijs stelt de boer in staat zijn bedrijf ook in mindere tijden draaiende te houden. Als de wereldmarktprijs hoger ligt, dan ontvangt de boer uiteraard deze hogere prijs. Nadat alle koffiebessen verzameld zijn, gaan ze aan het eind van de dag naar de verwerkingsinstallatie waar de koffiebes verwerkt wordt tot het bekende koffieboontje. Eerst gaat het vruchtvlees eraf. Koffiebessen moeten binnen 24 uur van hun schil ontdaan worden, anders gaat de kwaliteit snel achteruit. Het vruchtvlees wordt goed gescheiden, want de vruchtbare compost die ontstaat kan later gebruikt worden als mest voor de koffiestruiken. Zo wordt afval dus gerecycled. Elk boontje wordt goed gewassen en opgevangen in een bak. Daarna worden de bonen uitgereden over de droogvloeren. Hier drogen de koffiebonen rustig op in de zon. Na het natuurlijke droogproces gaan de bonen nog even de droger in, om zeker te zijn dat er geen vocht meer in zit. Dat is belangrijk, want vochtige bonen kunnen later gaan fermenteren tijdens de export.
In de fabriek worden de bonen op kleur en grootte geselecteerd. Dan moet er natuurlijk geproefd worden. Want de koffiebedrijven die werken met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade staan voor topkwaliteit. Bij de exporteur wordt een kleine hoeveelheid van de bonen gebrand, zodat alle heerlijke smaken samen met de klant geproefd en vergeleken kunnen worden. Nadat de klant een beslissing heeft genomen, gaan de bonen dan eindelijk naar de haven en met de boot naar Europa. Door de inkomenszekerheid die het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade biedt, kunnen boeren investeren in hun bedrijf. Zo kunnen ze zich op eigen kracht ontwikkelen. Een onderdeel van de inkomstenzekerheid is een vaste premie bovenop de prijs. De boeren die lid zijn van de coöperatie besluiten democratisch hoe ze deze premie inzetten. Van nieuwe machines en infrastructuur tot onderwijs en klinieken. Vast staat dat de premie altijd wordt ingezet om de organisatie sterker en gezonder te maken. Dat is duurzame ontwikkeling. Dat is het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. In cuanto al premio que han recibido, pues en cooperativa El Salto fue utilizado para complementar la compra de una planta eléctrica la que mueve el beneficio y así pues facilitar la maquila del producto. Y en el Pinal pues ha sido utilizado para salud, para consultas médicas, para los socios y para los hijos de los socios. Y las colinas pues lo ha utilizado para compra de útiles escolares de los hijos de los socios. Na een lange reis komt de koffieboon aan in Nederland. Hier wacht het volgende proces, het branden van de koffie. In Nederland werken veel koffiebranderijen met koffie die het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade draagt. Elk met een eigen melange en een eigen smaak. Die smaak wordt samengesteld door verschillende soorten koffie uit verschillende landen te mengen. Dat is een vak apart. Koffie branden luistert nauw en het proces wordt via allerlei technieken zorgvuldig in de gaten gehouden. Als de bonen gebrand zijn en de mélange is gemaakt, dan wordt de koffie verpakt. Het eind van de keten is nu bijna bereikt. De laatste schakel is de consument. Wat begon bij een besje hoog in de bergen, is nu een heerlijk kopje koffie. Dankzij het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade weten koffieliefhebbers zeker dat aan alle eisen voor duurzame ontwikkeling is voldaan. Dat is dubbel genieten. Dus kies vandaag. Koop Fairtrade.